mijn naam is David van der Akker. Ik kom even heel kort in beeld, zodat je weet welk gezicht er bij de stem hoort die je de rest van deze video zult horen. Ik ga de roman Middlesex van Jeffrey Eugenides bespreken en enigszins analyseren. En daar neem ik ruim de tijd voor, want dat verdient deze roman. En daarom bestaat de video uit twee delen. Je kijkt nu naar het eerste deel en de link naar het tweede deel vind je in de beschrijving hieronder. Voor een goed begrip van de rol van geslacht en gender in de roman ga ik ruim aandacht besteden aan de biologische en medische achtergrond van die begrippen. En daarna komt Jeffrey Eugenides zelf aan bod. Hij wordt ook een aantal keren in de video sprekend opgevoerd. Vervolgens geef ik een korte samenvatting op mijn manier van de plot van de roman. En daarmee eindigt dan de eerste video en de tweede video gaat verder met een bespreking van de belangrijkste personages en vrij kort ook een formele analyse van de tekst. En dan komen we tenslotte uit op de interpretatie uiteraard. Kijk even kort naar genre, thema en motieven van de tekst. Dan besteed ik veel aandacht aan de intertextuele verwijzingen en verbanden die bijzonder interessant zijn. En we eindigen weer met een typisch erfelijkheidsaspect, namelijk de rol van Kelly's of Kyle's gen, waarvan de mutatie verantwoordelijk is voor zijn geslachtelijke aard. Wat zijn nu die erfelijke eigenschappen die het geslacht van de mens bepalen? Om die vraag zinnig te kunnen beantwoorden, moeten we eerst drie termen definiëren. Allereerst het geslacht. Dat definiëren we als een biologische term die het onderscheid aanduidt tussen man en vrouw dat je kunt waarnemen aan het lichaam van buiten en van binnen. Kenmerken van het onderscheid zijn uiteraard de geslachtsorganen, maar ook de lichaamsbeharing, de spiermassa en de breedte van het bekken. Gender daarentegen definiëren we als een sociologisch begrip. Het omvat alle niet-biologische kenmerken die we in verband brengen met het geslacht. Gender duidt aan welk gedrag we beschouwen als typisch vrouwelijk of mannelijk en welke normen daarbij horen. Ten slotte genderidentiteit. Dat is een puur individuele kwestie die aanduidt hoe een individu zichzelf ervaart als een vrouw of als een man of geen van beide of iets ertussenin. En natuurlijk hebben mensen zich van meet af aan afgevraagd hoe dat nou allemaal kon. Waarom is het ene kind een jongetje en het andere een meisje terwijl ze dezelfde ouders hebben? En heel lang zijn daar uiteraard religieuze verklaringen voor geweest, maar zo'n 2500 jaar geleden kwamen de eerste biologische theorieën. En dan moeten we uiteraard voor naar de oude Grieken. Met name Pythagoras en zijn wat jongere tijdgenoot Anaxagoras. Twee filosofen van voor de tijd van Socrates. Zij beweerden dat de essentie van al het leven mannelijk is. En de vorm die dat leven krijgt, vrouwelijk. Dus alle erfelijke eigenschappen die een kind krijgt, komen uit het zaadje van de vader en de vorm die het kind krijgt wordt bepaald door de baarmoeder. En daarmee is natuurlijk nog niet verklaard waarom het ene kind jongetje is en het andere meisje. En daarvoor hadden ze dit bedacht. De mannetjes zitten in de linkerteelbal en in de rechter zitten de vrouwtjes. En de vraag die dan uiteraard opkomt is, hoe ontwikkelen zich dan die verschillen? De geslachtsorganen bijvoorbeeld. En dat duurde dan tot de tweede eeuw na Christus, toen de befaamde Romeinse arts Galenus daarvoor met een theorie kwam. Hij zei, de geslachtsorganen van man en vrouw verschillen eigenlijk heel weinig. Alleen de vrouwelijke zijn de naar binnen gekeerde pendant van de mannelijke. Dus de eierstokken zijn hetzelfde als testikels en de baarmoeder is eigenlijk hetzelfde als het scrotum. Alleen bij de vrouw is er niet die levenskracht om deze organen buiten de buikholte te duwen. En je merkt wel, al die theorievorming komt uit het brein van mannen en dat zou nog heel lang tot diep in de 20e eeuw zo doorgaan. En dat vind je ook terug in Middlesex. Uncle Pete explained that sperm carrying male chromosomes have been observed to swim faster than those carrying female chromosomes. To have a baby girl, a couple should have sexual congress 24 hours prior to ovulation. That way,
De swift male sperm would rush in and die off, and the female sperm, sluggish but more reliable, would arrive just as the egg dropped. Het zou duren tot het begin van de 20e eeuw, tot de basis werd gelegd voor de biologische theorie die wij vandaag de dag aanhangen. En dat is helemaal te danken aan een vrouw voor de verandering. Nettie Stevens, een Amerikaanse onderwijzeres die een enorme passie ontwikkelde voor biologie. Zij ging meelwormen bestuderen en dat is bepaald geen pretje, want meelwormen die prikken en dat doen ze graag. En die prik doet behoorlijk pijn. Maar ze zette door en zij ontdekte dat mannelijke meelwormen naast allerlei gepaarde chromosomen er ook twee hebben die niet bij elkaar horen. Eentje is veel kleiner dan de andere. En die observatie is een doorbraak die een Nobelprijs waard is, maar die kreeg ze uiteraard niet, want zij had geen ongepaarde chromosomen. Edmund Beecher Wilson had dat wel. En zijn bijdrage is dat hij de ontdekking van Stevens formaliseerde. En zij noemen een grote chromosoom het vrouwelijke chromosoom. X en het kleine chromosoom is het mannelijke, dat noemen we Y. En dan kun je verklaren dat een zaadcel met een X-chromosoom een vrouwtje oplevert en die met een Y-chromosoom een mannetje. Beecher won hier weliswaar ook geen Nobelprijs mee, maar zijn XX en XY werden wel overal in de wereld onmiddellijk geadopteerd. En terecht natuurlijk, want daarmee was eenvoudig inzichtelijk te maken hoe het geslacht van een nieuw individu bepaald wordt. Als je weet dat geslachtcellen maar de helft van de chromosomen van de vader of moeder hebben, dan begrijp je ook dat het eitje van de moeder altijd een X bevat en het sperma van de vader een X of, zoals hier, een Y. In de hele 20e eeuw is er onderzoek gedaan naar het Y-chromosoom. Het was een fenomeen. Aanvankelijk dacht bijna iedereen dat het geen genetische code bevatte. Dat het eigenlijk alleen maar tegen de zich ontwikkelende foetus zei: jij bent een mannetje, doe je ding. Maar na verloop van tijd bleek toch dat er wel degelijk actieve genen op het Y-chromosoom zaten. En biologen verbaasden zich daarover. Want je moet bedenken, het Y-chromosoom is enkelvoudig. Alle andere chromosomen in de celkern zijn dubbel. Ook uiteindelijk het X-chromosoom in een mannetje, want dat komt later wel een keer weer in een vrouwtje terecht en dan is het weer dubbel. Maar dat kan bij het Y-chromosoom nooit. Dat is altijd alleen en dus heel kwetsbaar. Als een chromosoom beschadigd raakt, en dat gebeurt de hele tijd, dan wordt in de celkern gewoon een kopie gemaakt van dat deel dat beschadigd is in het andere chromosoom. En zet het ervoor in de plaats. En dan is het probleem opgelost. Dat kan niet bij een eigen chromosoom. Dat moet alle klappen opvangen en alle beschadigingen voor lief nemen. En daarom ziet het er ook waarschijnlijk zo raar uit. En je kunt je voorstellen dat in de loop der tijd steeds meer eigen chromosomen in de natuur zodanig beschadigd zullen raken dat ze niet meer bruikbaar zijn. En dan komen er dus steeds minder mannetjes. En dan heeft de natuur wel een probleem met de geslachtelijke voorplanting, als je begrijpt wat ik bedoel. En beschadigingen in het menselijk eigen chromosoom met ernstige gevolgen zijn geen kwestie van science fiction, die bestaan al heel lang. En in de jaren 50 zijn die samengenomen onder de term syndroom van Swyer. En de afwijking van Kelly, en later Kel in Middlesex, behoort ook tot dat syndroom. In alle gevallen gaat het over individuen met XY-geslachtschromosomen, dus genotypische mannen. En ze zijn wel wat langer dan gemiddeld vrouwen zijn, maar ze zijn in elk opzicht vrouw. Ze zien eruit als vrouw en ook al hebben ze geen eierstokken, ze hebben wel een baarmoeder en een vagina en geen zichtbare mannelijke geslachtskenmerken. Dus ze voelen zich ook allemaal 100% vrouw. Maar de ellende begint in de puberteit, en dat zien we bij Kelly ook, uitgebreid aandacht aan besteed in de roman, er ontstaat geen geslachtsrijpe vrouw. Er komen geen borsten, er komen geen bredere heupen, geen menstruatie. Kortom, er rijst twijfel bij de meeste van hen over hun genderidentiteit. En dat is heel begrijpelijk. Maar een consequentie van het syndroom van Swyer is dat er dus wel geslachtsbepalende genen op het eigen chromosoom moeten zitten.
En dan vragen biologen zich af, waar zitten die genen dan op het eigen chromosoom? En, moeilijkere vraag, hoe vind je ze? Je kunt moeilijk met menselijke foetussen gaan experimenteren om die vraag te beantwoorden. In de 20e eeuw mocht dat in ieder geval nog niet. Zo zijn er 30 jaar lang allerlei voorstellen gedaan over waar die genen dan zaten op het eigen chromosoom, die ook allemaal weer van tafel werden geveegd omdat ze verkeerde claims waren. Maar zo'n beetje halverwege de jaren 80 kwam er dan toch iemand met de definitieve oplossing. Dat was Peter Goodfellow, een excentrieke wetenschapper, een hippie, een buitenbeentje onder de Britse genetici. Hij lokaliseerde het gen voor mannelijkheid en het was inderdaad één gen tot ieders verbazing. En de blijdschap was natuurlijk alom en heel groot. Het was een doorbraak weer in de genetica. Goodfellow had daar ook echt wel de Nobelprijs voor verdiend, maar hij kreeg hem natuurlijk niet, want hij was maar een rare hippie. Hij noemde zijn gen het SRI-gen, of hij sprak het uit als SRY natuurlijk, en dat staat voor Sex Determining Region of Y-chromosome. Met die term region zie je al dat hij ook een heel voorzichtige wetenschapper is die de theoretische mogelijkheid openlaat dat het toch uiteindelijk niet één gen is, maar een verzameling genen dicht bij elkaar. Niettemin tot nu toe wordt nog steeds aangenomen dat het echt over één gen gaat. En dat gen is verantwoordelijk voor de productie van testis-eiwitten die essentieel zijn voor de ontwikkeling van jongen tot man in de puberteit. Nou, waarom was iedereen er nou van overtuigd dat Goodfellow gelijk had? Dat lag aan een briljant experiment dat hij had uitgevoerd. Hij bracht het SRI-gen in bij vrouwelijke muizen. En die gingen paren en kregen nakomelingen, mannetjes en vrouwtjes. Maar allemaal zagen ze eruit als mannelijke muisjes. Dus eigenlijk het omgekeerde van wat er aan de hand is bij het syndroom van Swire. Want hier waren het juist de vrouwelijke individuen die de afwijking hadden omdat ze van hun moeder een gen hadden geërfd waarmee ze zich van meet af aan ontwikkelden als fenotypische mannetjes. Maar goed, het is toch wel even schrikken, want niet alleen is het eigen chromosoom in zijn eentje, op dat eigen chromosoom zit dat gen voor mannelijkheid ook in zijn eentje. Dus dat is toch wel een riskante zaak. Want als er iets misgaat met dat SRI-chromosoom, dan worden er geen testis aangelegd in een genetisch mannetje, maar een baarmoeder zonder eierstokken, waar je ook niks aan hebt. Er zijn drie situaties mogelijk bij de bevruchting. Je krijgt een vrouwtje en daar staat het SRI-gen uit. Nou ja, dat is er niet. Bij een mannetje is het er wel en staat het aan. En de derde situatie is genetisch een mannetje, maar door een mutatie fenotypisch een vrouwtje. En in de loop der tijd zullen er meer individuen komen zoals zij. Hij. Het specifieke geval van Kelly tot slot. Het SRI-gen stuurt een aantal genen aan die op andere chromosomen liggen. En die genen zijn verantwoordelijk voor de productie van eiwitten die nodig zijn voor de seksuele rijping. In Kelly's geval is er een gen inactief dat zou moeten zorgen voor testis-eiwitproductie. Maar wel leidt tot een forse clitoris, waardoor je bij Kelly kunt spreken van pseudo-hermafroditisme. De verklaring voor het feit dat binnen de familie Stephanides alleen Kelly die afwijking krijgt, is ook vrij ingewikkeld. En die bewaar ik voor de volgende video, anders komt er nooit een einde aan deze theoretische uiteenzetting. Hoe dan ook leiden dit soort gebreken tot twijfel aan de genderidentiteit. En er is onderzoek naar gedaan en wat blijkt dat het Kelly's geval heel typerend is. Genetische jongetjes die worden opgevoed als meisje krijgen last van genderdysforie en wijzigen vaak hun gender. Maar tegenwoordig weten we er allemaal meer van en dat betekent dat artsen ook sneller dit onderkennen en dan ouders van meet af aan het advies geven om hun babytje, ook al ziet het eruit als een meisje, op te voeden als jongen. En in al die gevallen waar dat gebeurt, gaat het probleemloos. En dat is opmerkelijk. Geen van die jongetjes gaat twijfelen aan zijn geslacht als hij in de puberteit komt, ook al heeft hij vrouwelijke geslachtsorganen. Ja, en gender zelf, daar kan ik je niks over vertellen dat je niet al weet, uiteraard. Maar ik heb wel een voorstel, betreft een detail. Het voornaamwoord, persoonlijk voornaamwoord, waarmee we individuen aanduiden die ergens in dat genderspectrum zitten.
En dat hen is geïnspireerd op het Engels, want daar zijn ze al heel lang gewoon om individuen waarvan het geslacht niet bekend is of er niet toe doet aan te duiden met they. En in het Engels gaat dat heel vloeiend, maar in het Nederlands gaat het met hen niet. Kijk, hier heb je Bo, die zag ik in de supermarkt. Bo zit duidelijk ergens te zweven in dat genderspectrum. En de ouders willen graag dat we hem voorlopig of haar voorlopig aanduiden met hen. Dus dan krijg je hen zei dat hen gestopt was met hockey. En taalkundig is dat een gedrocht, want hen, ja, dat is toch traditioneel voor meerdere individuen. Dus ja, dan moeten de persoonsvormen ook wel meervoudig zijn. En dan krijg je hen zeiden dat hen gestopt waren met hockey. Nou, daar kunnen we toch niet aan beginnen. Daarom stel ik voor om hen te laten voor wat het is, te vervangen door rij. Dat is geïnspireerd op de naam van de auteur Marieke Lucas Rijneveld, die een duidelijke rij is. En dat kunnen we dan ook gebruiken voor Bo. Rij zei dat Rij gestopt was met hockey. Nou, hoog tijd om de theorie achter ons te laten. Van nu af aan hebben we het alleen nog maar over het boek en zijn auteur. Je mag gerust zeggen dat Eugenides een van de grootste Amerikaanse schrijvers is van onze tijd. Maar hij gedraagt zich daar niet naar. Het is een introverte, wat verlegen man, een enorme twijfelaar, die langzaam, moeizaam schrijft. En hij gaat zelf even uitleggen hoe dat komt. Most days when I'm working, I have a high anxiety level. And I have a fair amount of fear while I'm writing a book. And sometimes the battle is to not let your doubt actually turn, keep you from writing at all. Something you need. You need to hate your work in order to try to make it better. But if you hate it too much, you will stop writing. Net als Kelly is Eugenides geboren in Detroit. Hij is nu 64. En ook net als Kelly is zijn vader van Griekse afkomst. Maar de moeder komt gelukkig heel ergens anders vandaan. Hij is getrouwd met een kunstenares met Japanse roots. Net als Julie Kikuchi, die Kelly in Berlijn tegenkomt. En hij heeft een dochter van 24, Georgia. Die zie je hier toen ze 10 jaar jonger was op de cover van Teen Vogue. En dat alleen al, maar je kunt ook al aan haar zien dat ze bepaald niet de verlegenheid en de onzekerheid van haar vader geërfd heeft. Ze studeert momenteel rechten in Berlijn, of misschien is ze daar inmiddels alweer mee klaar. Maar opmerkelijker is dat ze vanaf haar 9e al poëzie publiceert. Als klein jongetje maakte Eugenides de hoogtijdagen van Detroit mee. Het was destijds zo'n beetje de in steen en beton gegoten personificatie van de American Dream. Maar het grootste deel van zijn jeugd leefde hij in een stad in verval. En tal van fotografen hebben dat desolate Detroit op prachtige wijze vastgelegd. Every time I go back to Detroit, there's this German word, Ruinenlust, which is the pleasure of ruins. And there's the concept is that you go to these places that are falling apart and they fill you with this kind of tragic sense of not just the place, but of life itself. And that's what comes over me when I go to Detroit. My whole childhood, the city was just falling apart little by little. I was born in the city in 1960, and then the riots happened in 67. And then after that, just little by little, you saw the city just getting shabbier and sort of crumbling. Now what's happened is that it's just vanishing in large swaths. They're bulldozing so much of the city. About 30 to 40% of it is now empty land. So that's what I notice when I go there, is just my city and parts of it just being erased. Na de middelbare school vertrok Eugenides naar Californië, weer net als Kelly. Hij behaalde daar een master's in English en Creative Writing, geloof het of niet. En toen besloot hij definitief om schrijver te worden en hij vertrok naar New York, waar hij afhankelijk helemaal geen succes had. Maar hij raakte wel bevriend met allerlei andere niet succesvolle jonge schrijvers, waaronder Jonathan Franzen. En rechtsonder zie je de letterlijk enige publiek beschikbare foto waar ze allebei op staan. En Franzen is misschien nog wel een groter auteur dan Eugenides, maar die werd wel veel eerder beroemd.
wereldberoemd met zijn debuut The Virgin Suicides. Het is een prachtig verhaal, heel mooi geschreven, grappig en gevoelig, precies zoals bovenaan de omslag staat. Maar het is ook een grimmig verhaal over een streng religieus gezin, ook in Detroit, waarvan de ene dochter na de andere zichzelf van het leven berooft. De roman is vrij snel na verschijning verfilmd door Sofia Coppola. En die film werd ook een wereldwijd succes, wat weer heeft bijgedragen aan het succes van deze roman. Daarna deed Ginny Lester 10 jaar over om met Middlesex te komen. En vervolgens had hij 10 jaar nodig voor zijn derde roman, The Marriage Plot. En de vierde roman, waarvan hij zegt dat hij eraan werkt, is er medio 2024 nog steeds niet. Dus een heel klein oeuvre, hij heeft ook nog wel wat verhalen geschreven, maar het is bitter weinig. En we hebben hem zelf horen uitleggen hoe dat komt. Voor Middlesex ontving hij de Pulitzer Prize, een beetje de mooiste Amerikaanse prijs die een auteur kan krijgen. En dat was tegelijkertijd heel fijn en heel vervelend. Het vervelende was dat hij door al zijn succes steeds meer omringd werd door literati en andere mensen die wat van hem moesten hebben. En daar is hij heel snel van weggevlucht. En hij ging naar Berlijn, net als Kelly, om in alle rust aan zijn volgende roman te kunnen werken. En hier zie je hem zitten tot slot. Het onderschrift zegt dat het in Berlijn is. Ik twijfel een beetje. Het terrasmeubilair ziet er toch wel erg Parijsachtig uit. Maar enfin, het doet er niet toe. Het is een mooi getypeerde foto van Jeffrey Eugenides. Een samenvatting maken van Middlesex is bepaald geen koud kunstje. Het is een ingewikkeld en aan alle kanten uitdijend verhaal. En ik heb eens op het web rondgekeken hoe andere mensen dat doen. En dan kom je teksten tegen van omgerekend 48 kantjes. Ja, dat vind ik geen samenvatting meer. Maar oké, het is ingewikkeld en alleen al de familierelatie. Aanvankelijk duizelt je dat als je het boek leest. Dus daar gaan we even mee beginnen. De eerste leden van de familie waar we namen bij krijgen zijn van de generatie van Desdemona. Daarboven is iedereen anoniem. Maar we weten dat Lefty en Desdemona broer en zus zijn. En Surmalina is een nicht van Lefty en Desdemona. Want haar vader is de broer van de moeder van Lefty en Desdemona. Nou, ze krijgen kinderen. Lefty en Desdemona krijgen Zoe en Milton. En Surmalina en Jimmy Zismo, die niet tot de familie behoort, daarom heb ik ook een streep doorgezet, krijgen Tessie. En Milton en Tessie, die familie zijn, trouwen ook weer. Zoe, de zus van Milton, ook met vader Mike, dus een afdankertje van Tessie eigenlijk. En Milton en Tessie krijgen 2 kinderen. Eerst chapter 11, waar niet heel veel over gezegd wordt, en daarna Kelly of Kel. De roman bestaat uit 4 boeken, waarvan de derde het langste is. Dat gaat over de opgroeiende Kelly. En die 4 boeken beslaan samen 28 hoofdstukken. En met die indeling sluit Eugenides aan bij de 19e-eeuwse traditie van familieromans, die ook uit boeken bestonden, soms wel 7 of 8, en die per hoofdstuk werden uitgegeven als feuilleton. Het eerste boek behandelt vooral de levensgeschiedenis van Lefty en Desdemona. Maar de verteller, Kel, begint in het heden van de roman uiteraard, met uit te leggen waarom hij deze roman schrijft. Hij noemt het de geschiedenis van dat gemuteerde gen dat door de familie heen raast. En hij zegt dat af en toe letterlijk. And so before it's too late, I want to get it down for good, this rollercoaster ride of a single gene through time. En dan barst hij helemaal los. Sing now, O muse of the recessive mutation on my 5th chromosome. En dat staat op de 2e bladzijde en dan schrik je, is het boek zo geschreven? Maar gelukkig zegt hij er dan wel achteraan. Sorry if I get a little Homeric at times, that's genetic too. Dus het was maar een beetje een grapje en dat blijkt ook uit de rest. Dus die muse, dat is Calliope, daar is Cal naar genoemd. Lefty en Desdemona wonen als broer en zus in een huisje van hun overleden ouders op een berg bij Bursa. Maar als het leger van Atatürk begint op te rukken, vluchten ze helemaal naar Smyrna.
Dat was een van de grootste havensteden van Turkije en is het trouwens nu nog, alleen heet het nu Izmir. Het was destijds ook een belangrijk financieel centrum en een cultureel centrum. En na de Eerste Wereldoorlog was het in handen gevallen van de Grieken, niet voor de eerste keer. Dus het lag voor de hand dat Atatürk ook naar Smyrna zou opstomen. En in die militaire actie joeg hij steeds meer vluchtelingen, voornamelijk Grieken en Armeniërs, voor zich uit. Die kwamen allemaal terecht in Smyrna, en dan heeft het wel over een 250.000. En die wilden allemaal weg op een boot en dat lukte er maar heel weinig. Broer en zus trouwen op de boot naar Amerika omdat ze daar de kleinste kans hebben dat iemand gaat protesteren. Het sluiten van het huwelijk is het motorisch moment van de roman, dus het moment waarop het verhaal echt gaat lopen. En dan zijn we al 70 bladzijden bezig. Het huwelijk is de formele bekrachtiging van de incestueuze relatie tussen die twee en van de genetische ellende die dat twee generaties later zal opleveren. In Amerika zullen Lefty en Desdemona van meet af aan door het leven gaan als echtpaar. Ze kunnen dus niet meer terug. En als de boot bij New York aankomt, zegt Cal dit: "The Statue of Liberty's gender changed nothing. It was the same here as anywhere. Men and their wars." En dat is al een opmerkelijke uitspraak op dat punt in de roman, want Lefty en Desdemona weten nog helemaal niet hoe het is in Amerika. En ook de genderkwestie speelt nog niet. Je kunt wel onderdrukking van vrouwen aanwijzen in de latere generaties, bij Tessie en Zoe en natuurlijk bij Kelly. Maar Desdemona is de enige waar het tot dan toe over gaat. Ja, dat is nou niet een voorbeeld van een vrouw die zich laat onderdrukken. Dus je kunt dit alleen maar zien als een vooruitwijzing naar gebeurtenissen in de rest van het verhaal. Het echtpaar trekt in bij nicht Surmelina en haar man Jimmy Sismo in Detroit. Alternatief hadden ze natuurlijk ook niet. Maar het is wel even spannend om te zien hoe Surmelina gaat reageren op hun huwelijk. Maar dat probleem wordt keurig opgelost, want Lefty en Desdemona weten op hun beurt weer dat Surmelina eigenlijk lesbisch is. En er wordt onmiddellijk een soort zwijgende overeenkomst gesloten om die twee dingen tegen elkaar weg te strepen. Jimmy Sismo daarentegen zorgt wel voor problemen. Hij is een instabiele, enigszins paranoïde figuur die overal een slaatje probeert uit te slaan. En door zijn schuld verliest Lefty zijn baan bij de Ford-fabriek, waarna ze samen alcohol gaan smokkelen. Maar als hun echtgenoten tegelijkertijd zwanger worden, vat bij Jimmy het idee post dat beide zwangerschappen het werk zijn van Lefty. Er zijn in het verhaal geen aanwijzingen voor en Cal lijkt het zelf ook niet te geloven. De consequenties zouden ook meer zijn dan een mens kan dragen, want dan zouden zijn vader Milton en zijn moeder Tessie ook nog eens door dezelfde vader zijn verwekt. Maar Jimmy denkt wel degelijk dat het zo is en hij wil wraak nemen op Lefty. En op een van hun smokkeltochten rijden ze samen midden in de nacht over de bevroren Detroit River op weg naar Canada aan de overkant. Dat is een van de meest onheilspellende scènes uit het verhaal. De lezer vreest voor Lefty's leven. Maar het gaat anders. Jimmy rijdt recht op een groot wak af en Lefty springt op tijd uit de auto die daarna met Jimmy en al in het wak verdwijnt. Het tweede boek behandelt voornamelijk de volgende generatie Stefanides en de meeste aandacht gaat natuurlijk uit naar Cal's ouders, Milton en Tessie. Die zijn volle neef en nicht van elkaar, maar dat weerhoudt Milton er niet van om haar uitgebreid het hof te maken met zijn originele, subtiel erotiserende versie van het populaire Begin the Begin. Tessie valt als een blok voor Milton's avances, maar de familie moet er niets van hebben, vooral Desdemona niet, die immers weet wat de gevolgen kunnen zijn. En onder haar druk verruilt Tessie haar neef uiteindelijk voor vader Mike, een op dat moment als onkreukbaar, onzelfzuchtig en zelfs inspirerend bekendstaande jonge Grieks-orthodoxe priester. En gedesillusioneerd treedt Milton dan in dienst bij de marine. En niet alleen bereidt het leger dan al een invasie in Japan voor, hij wordt ook aangewezen als signalman. En zodra de strijd losbarst, heeft de signalman een gemiddelde levensverwachting van 38 seconden. En Tessie en Desdemona zijn uiteraard in alle staten. En als Milton van het leger een academische ontsnappingsroute krijgt aangeboden, schuift Tessie vader Mike aan de kant.
ten gunste van Milton zonder verder protest van de familie. Milton en Tessie krijgen twee kinderen, eerst een jongetje, chapter 11, en daarna willen ze allebei dolgraag een meisje. Ze bewegen hemel en aarde om het zover te krijgen en 5 jaar later krijgen ze dan inderdaad Kelly, een meisje. Tenminste, dat denkt iedereen. Milton heeft inmiddels de Zebra Room van Lefty overgenomen, een enigszins loesje café in het verpauperende centrum van Detroit. Maar als in de zomer van 1967 de rassenrellen uitbreken, wordt dat café, net als honderden andere gebouwen, in brand gestoken. Het was het ernstigste straatoproer dat de VS ooit hadden meegemaakt, met 43 doden en meer dan 1100 gewonden. Het zou later enkel nog worden overtroffen door de Rodney King-rellen van Los Angeles in 1982. Het oproer was voornamelijk een raciale kwestie. De verarmde zwarte bevolking nam het op tegen de veelal beter gesitueerde blanken en met name tegen de destijds zuiver blanke politie. Grootste ergernis was het personeelsbeleid van de autofabrieken die zwarte medewerkers zeer slecht betaalden en structureel inzetten voor de gevaarlijkste baantjes. Maar de rassenrellen waren de redding voor de tot dan toe onaanzienlijke, poverlevende familie Stefanidis. Lefty had destijds voor zijn café maar liefst 3 verschillende brandverzekeringen afgesloten. En die werden alle 3 uitgekeerd. Milton herbouwde het afgebrande café van zijn vader en maakte er een lunchroom van die onmiddellijk een succes is. En net als de meeste blanke Detroitenaren verhuist hij met zijn gezin naar de suburbs. In één klap zijn ze middle class met alle privileges van dien. Ze kopen een huis in Middlesex Street, een voorname straat in een voorname wijk, Grosse Pointe. Het huis wordt omschreven als zeer modern, een rechthoekige doos van buiten, maar van binnen een doolhof van niveauverschillen, met naar de maatstaven van die tijd uitzonderlijk veel invallend licht aan alle kanten. Ik ben op zoek gegaan naar foto's van Middlesex Street van rond de jaren 60. En deze lijkt me in de roos. Eugenides heeft zelf in Middlesex Street gewoond, anders was hij waarschijnlijk nooit op het idee voor de titel gekomen. En ik zeg zonder aarzeling, dit was zijn huis en Kelly's huis. In het derde boek treedt de verteller dan eindelijk zelf op de voorgrond in de gedaante van de opgroeiende Kelly. Een van de weinige, maar wel breed gedeelde punten van kritiek op de roman is precies dit, dat je 2 boeken door moet worstelen voor de hoofdpersoon in actie komt. Ik kom daar in de tweede video op terug. De verteller besteedt uitgebreid aandacht aan Kelly's ontluikende seksualiteit. Ze krijgt zoenles van een vriendinnetje en raakt al behoorlijk in de war van de opwinding die ze daarvan ondervindt. En inmiddels raakt ze in de puberteit of wat daarvoor moet doorgaan bij haar. En dan slaat de onzekerheid danig toe. Ze krijgt een snor die ze uit zicht probeert te houden door haar lange haar voor haar gezicht te laten vallen. En ze probeert haar moeder om de tuin te leiden door menstruatie voor te wenden die in werkelijkheid maar steeds niet komt. Op de middelbare school wordt Kelly op slag verliefd op een recalcitrant, maar bijzonder mooi en elegant meisje van rijke ouders, dat Kelly the obscure object noemt en ook voor de lezer enigszins obscuur blijft. Het meisje laat Kelly aanvankelijk links liggen, maar dat verandert geleidelijk aan als ze samen aan een toneelstuk meedoen. En na een dramatisch gebeurtenis vlak voor hun voorstelling valt ze Kelly ontredderd in de armen en dan is hun relatie een feit. De 2 brengen veel tijd door in het zomerverblijf van de familie van The Obscure Object. En samen met Jerome, de zoon des huizes en een vriend van hem, experimenteren ze uitgebreid met hun libidineuze driften. Maar de seks met Jerome bevalt Kelly niet echt. Jerome was sliding and climbing on top of me. And it felt like it had the night before, like a crushing weight. So do boys and men announce their intentions. They cover you like a sarcophagus lid and call it love. Op een dag slaat de vlam in de pan. Jerome, een typische onbehouden lummel, ziet de 2 meisjes met elkaar knuffelen en maakt dan vooral zijn zusje belachelijk. En Kelly pikt dat niet. Ze slaat Jerome tegen de grond. Een voor haar op dat moment geheel onkarakteristieke daad van geweld, waar ze zelf zodanig van schrikt dat ze op de vlucht slaat en net als Fransje in Joe Speedboat onder een tractor terechtkomt. In het ziekenhuis waar Kelly vervolgens belandt, valt dan eindelijk het medisch oog op haar afwijkende geslachtsorganen.
En de artsen brengen Milton en Tessie op de hoogte van hun vermoeden dat Kelly genetisch een man is, maar die willen dat niet geloven. En om hun gelijk te halen nemen ze hun dochter mee naar New York, naar dokter Luce, of Luce, maar ik hou het op Luce. Hij is een wereldvermaard seksuoloog, gespecialiseerd in intersex conditions, dus genderproblematiek. En zijn visie daarop is zeer uitgesproken. Hij beweert dat de opvoeding in de directe omgeving van onvergelijkelijk veel groter belang zijn voor de genderidentiteit dan de biologische factoren. En op basis van dat uitgangspunt is Kelly voor hem dan ook gewoon een meisje, tot grote opluchting van haar ouders. Een operatie waarbij onder meer Kelly's clitoris zal worden gedecimeerd is al in voorbereiding als Kelly op een onbewaakt moment gaat rommelen in de papieren van dokter Luce en ze komt er dan eindelijk achter dat haar geslacht mannelijk is. Die constatering en meer nog de angst dat de operatie haar libido zal afnemen leidde tot misschien wel de belangrijkste beslissing in haar leven. Ze vlucht weg uit New York, weg van haar ouders en dokter Luce en trekt, zoals zoveel voor haar, westwaarts. Onderweg verandert ze haar genderidentiteit van een meisje in een jongen die voortaan Kel heet. Kel heeft op zijn eenzame reis tal van nare ervaringen die we nu maar niet gaan oprakelen. Maar hij belandt tenslotte in San Francisco, vanouds de stad met de meest coulante houding tegenover genderdiversiteit in de Verenigde Staten en ver daarbuiten. En lange tijd slaapt hij daar in de open lucht in het Golden Gate Park. Dat is niet het park vlak ten zuiden van de Golden Gate Bridge, zoals je zou denken. Het ligt een heel eind verder naar het zuiden en is verreweg het grootste park van de stad. In de tijd dat Kel er verbleef, was het er overdag gezellig, maar 's nachts gevaarlijk. Is nu trouwens nog steeds zo. En Kel had zich wel aangesloten bij een groepje gelijkgestemden, maar hij vertrouwde niemand. En toch werd hij beroofd en een keer in elkaar geslagen. Kel heeft het sowieso moeilijk, ziet het leven somber in. Maar dan ontmoet hij de eigenaar van een freakshow. Hij gaat daar werken, als freak, in een zwembad met doorzichtige wanden. En hij raakt bevriend met Zora, een andere freak die daar rondzwemt. Iemand die, in tegenstelling tot Kel, trots is op haar interseksualiteit. Of rein interseksualiteit, moet ik eigenlijk zeggen. En Kel trekt bij Zora in en leert gaandeweg zijn genderidentiteit en zijn pseudo-hermafroditisme te accepteren. Ondertussen in Detroit is de ontreddering bij Milton en Tessie groot en eindeloos. Ze horen niets van hun weggelopen kind. Vader Mike maakt daar op ongehoorde wijze misbruik van, wat resulteert in een wilde achtervolging tot net in Canada die aan Milton het leven kost. En Kel komt op tijd te weten dat zijn vader is overleden en keert terug naar Detroit voor de begrafenis. Maar in plaats van die bij te wonen, kiest hij ervoor om bij zijn grootmoeder Desdemona te blijven, die dan al 10 jaar lang haar bed niet is uit geweest. Zij neemt de gelegenheid te baat om Kel uit te leggen hoe hij aan zijn geslachtelijke afwijking komt. Kel vat het allemaal grootmoedig op. Hij vergeeft het haar.